Het welbekende autootje zit weer vol. Het is tijd voor weer een nieuwe video. Het wordt een speciale aflevering, namelijk een week in a life op het Jitten van de Schee. Ik ga lekker een week werken en vissen. Ik denk dat ik 3 of 4 nachtjes ga vissen. Daarna tussendoor lekker vervoeren. En hopen dat ik een paar mooie karpers kan vangen. Met vandaag dag 1 missie, een grote graskarper vangen. Ik ga gauw naar de waterkant, het is zondag. En we gaan beginnen jongens, let's go. Zo jongens, zoals jullie zien, staat er weer heel veel wind op het water. Wat we nou hebben gedaan is, we hebben nieuwe dingetjes op de camera geplakt. Zodat je eigenlijk veel minder windruis moet horen. Dus dit is eigenlijk het eerste testfragment om te kijken of het ook echt werkt. Ik ga mijn spulletjes uitruimen. Ik heb er wel vertrouwen in. Het is echt lekker vis weer. Beetje een kabbeltje, niet te warm. En, het ziet er gewoon uit dat zo'n dikke gaskorper gaat bijten vannacht. Het zou mooi zijn. Ja jongens, dit is ook wel heel leuk nieuws. Kijk, over deze brug moet ik heen. En die gaat dus morgen dicht. En ik ga hier denk ik om 7 uur 's ochtends overheen. En ik hoop dat ik op tijd ben. Ik neem gewoon het gokje. Kijk jongens, mooi water. Lekker lang gerekt. En we gaan ervoor. Spulletjes snel opgezet, tentje, schepnetje en stoeltje. We gaan nu even snel nieuwe onderlijnen knopen, dat is wel nodig. Vorige keer echt gemerkt dat 2 keer snel losgiet hadden. Waarschijnlijk omdat er gewoon graskarpen zitten. Andere manier van azen, andere bekstructuur dan een normale karper. Dus daar ga ik mijn rigs deze keer op aanpassen. Wat ik sowieso ga doen is een stuk zwaarder lood gebruiken. De bek van een graskarper is toch wat stugger. En met een stuk zwaarder lood verwacht ik dat dus de haak ook wat dieper in de stuggere bek wordt getrokken. Naast echt een wide gate pakken. En geen curve shank zoals Wietse vorige keer viste. En zo hoop ik dat de vissen toch blijven hangen. En dat was niet verspelen. Dus dat ga ik als eerste doen. En daarna gaan de hengeltjes erin. Let's go. Nou jongens, de richtjes zijn geknoopt. De een iets korter, de ander iets langer. Geen reden daarvoor eigenlijk. Maar je ziet het, brede haakbocht, klein stukje poetie. Voor de rest niks te gek. Ga ik vooral het lood aanpassen en dan moet het goed komen. Nou jongens, het eerste hengeltje kan erin. Zoals je ziet, een lekker zwaar loodje. Ik denk zo'n 200 gram. Nou, dat is overdreven. 140, 150. Lekker wat lijntje. Ja jongens, er maar een paar bollen eromheen. Het eerste hengeltje scherp. Hoppa. Ja jongens, ook het tweede hengeltje kan erin. Onder het kantje. Pak in het kantje. Voelt heel hard. Check het nog 1 keertje. Zo, die ligt. Deze wederom met een slap lijntje. Wat gaat gebeuren? Een hele goede morgen jongens. Je ziet die hengel daar staan. En dat ziet er niet goed uit. Ik heb namelijk geplankt. Maar gelukkig hebben we nog een hele week te gaan. Dus we gaan gewoon nog een mooie week van maken. Het is maandag. Moet je niet gaan zitten zeuren. Dan moet je gewoon gaan knallen. Dus het gaat helemaal goed komen. Let's go. Ja jongens, daar zijn we weer. Het is de tweede sessie van de weekvlog. Eerste sessie natuurlijk helaas geblankt. Geen graskarpen voor chitten. Nu een nieuw watertje. Daar denk ik nog nooit geblankt. Misschien 1 keer. En ik heb denk ik wel 4 of 5 nachten achter elkaar geblankt. En ik ben er helemaal klaar mee. Dus vannacht wordt het vangen. Zwemmen echt serieus grote vissen op. Dus daar gaan we voor. En ik ga gauw het autootje inladen. En de rijden, want over een half uur gaat het regenen. Nou jongens, ik heb al 1 keer gelopen en nu moet ik dit allemaal nog in 1 keer lopen.
denk dat het wel gaat lukken. Het wordt wel grapjes. En het wordt ook wel zwaar. Het is gelukkig niet zo heel ver lopen. Het gaat over 40 minuutjes keihard regenen. Je zou het echt niet zeggen als je dit heerlijke zonnetje op de achtergrond ziet. Zo, die lens is trouwens groot en mooi als je erin kijkt. Zoals jullie waarschijnlijk wel zien, hebben we een nieuwe lens. Dat was een flinke investering, dus ik hoop dat jullie er wel wat gaan zien. Super mooi natuurlijk. Ook hebben we gezorgd dat je de wind wat minder hoort op de achtergrond. Hopelijk. En ik ga gauw naar de stek lopen. Jongens, dit is het enige gedeelte van het water. En dat loopt eigenlijk hier zo nu dood. Vroeger was het open. Maar de wind zat hier keihard op. Dus ik denk dat ik hier één hengel ga leggen. Dan ga ik even naar de andere kant lopen. En dit is de andere kant van het water. Een mooi lelieveld. Daar ga ik mijn andere hengel tegenaan gooien. Ik hoor hier een scooter achter mij. Oh nee joh, dat zou ik hebben. Meneer de boodschappenman, het is fantastisch. En hier liggen dus alle spullen. En twee keer getild hè, dit allemaal. Wat een kast, fantastisch. Ik ga gauw een tentje opzetten en engeltjes. Let's go. Daar hebben we hem, de boodschappenman. Ja. Altijd blijven supporten. Zo is het, gezellig. Mensen blenken, maar maakt niet uit. Nee, ik blenk veel te veel. Daar liggen de hengeltjes en het tentje staat. En het ziet er wel wat minder uit. Gaat zo? Lekker regenen. Lekker. Zoals jullie zien gaat hengeltje 1 te water. Zo is het. En het begint keihard te regenen, dus we gaan opschieten. Zeker met de nieuwe lens. Je ziet het, mooi dichtgegroeid. Stekje met veel riet, lelies. En de wind staat er al heel de dag te blazen. Dus dat durf ik wel aan. Gewoon in het midden, een beetje tussen het riet en de lelies in. Daar zit het prima. Plat lijntje, klein beetje tijgers eromheen gevoerd. Tijgernotenkoop.nl jongens, super. En dan kan die afgaan. Kant en klaar. Yes jongens, je ziet het goed. Taxi verwietsen, trolleywiel. Kom ik even Frank brengen. Ja, heel goed. Hoe gaat het bij jullie? Lekker. Oh, lekker Rensie hoor. Potjandori. Zeker, zeker. Had je het al verteld? Ja, dat heb ik zeker verteld. Dat is mooi. Er komt een zieke kont aan, jongens. Ik heb hier draad in mijn mond. Nou, daar kan ik niet praten. Nee, lekker. Dus, hij ligt hoor. Het haakje in de boot. Voor de rest een bolletje of 10 erbij. Moet helemaal goed komen. Het begint lekker hard te waaien. En de wolken zijn flink donker. Dus het gaat zo keihard plensen. Lekker. Snel varen. Een hele goede morgen. Ah, dit was wel even helemaal warm, hè? Net met mijn voetjes in nat gras. Maar daar hadden we het voor over, want we hebben eindelijk weer eens een visie gevangen. Het heeft even geduurd. Ik heb denk 4 nachten achter elkaar geblinkt. Kijk eens, een mooi schuppie. Het is bijna licht. Nog een klein uurtje. Dus ik hou hem even zo en dan kan ik hem morgen mooi op de foto zetten. Of morgen, zometeen, over een uurtje. Ik gooi hem nog voor gauw uit. En helemaal super dit. Nou jongens, daar is hij dan. Eindelijk het eerste visje van de weekvlog. Een week in the life. Prachtig visje, super puntgaaf, onbeschadigd. Gewoon een heerlijke drill. Helaas, daarnet nog een vis verspeeld. Keiharde fluiten, maar schoon. Nou jongens, het vorige shot was abrupt afgelopen, maar de accu was leeg. En ik dacht, ik ga gewoon die vis terugzetten. Maar je ziet het zonnetje komt op, dus ik ga spullen opruimen. Het is ook 6:30. Yes, yes. Hallo. Wat zien we daar? Net ongeklede chit van de scheek. Ah, jij is niet gestoken. Gesteken. Hij is zeker niet gestreken. Nou, dat maakt niet uit. We zijn er weer. Waar bevinden we ons? We bevinden ons vlakbij de waterkant. Waar precies, dat mag Joost weten. Joost. En ik heb net hard gewerkt. Wietse ook. En we gaan gewoon een lekker nachtje vissen. Want Wietse die moet morgen heel vroeg opruimen. Morgen lekker werken. En chit is morgen lekker vrij. Anderhalf week hebben we vakantie. Dus binnenkort in Frankrijk vissen. In mijn eentje. En ik ga met Bram naar Frankrijk. Misschien nog even één of twee nachtjes met z'n drieën. Komen dikke sessies aan. Dat sowieso. En dan gaan we dit autootje even weer halen. Want dat gaan we waarschijnlijk nog meer doen. We gaan bakken vangen. Ja, maar qua vakantie. Ik niet. Slovenië. Ja, dat moeten we wel even zien. Druk op mijn weg. Best. Nou, ik zie je zo.
hard gewikkeld. Hoe? Zijn wij het water aangekomen? Zeker niet. Water. Kapot te krijgen. Ik heb hier met Daniel Tiedek wel eens een keertje gevist. Mooie vis gevangen, 2-3 keer. Ook wel wat een en ander verspeeld. Dit heb je al een keer of 4 geblankt. Ja. Hij moest een keertje mee met de meester. Doe gelijk runnen. Doen we runnen? Goed. Vorige keer had jij de mazzel mee, want het ging alleen met mijn engels af. Ook een keertje hoor. Hoe vaak heb jij al gebankt de laatste tijd? Ik wil het er niet over hebben jongens. Ja. Twee nachten geleden heb ik nog gevallen. Hey. Maar Nou, gooi die trol weg, dan kan ik hem vullen. Zo is het. Maar het ligt er mooi bij. En daar zou je hem hebben. The one and only. Onze grote broer. Ja, ik heb alles mee moeten nemen. Bizar. Eten. Lekker man. En wat ga jij als eerst voor mij doen? Hangen. Nee, drinken. Burgers bakken. Nee, dat doe jij maar. Jammer. Nou, als dit er niet goed uitziet, dan weet ik het ook niet meer. En daar zit hij. En hoe smaakt het? Perfecte combi. Is die, voor de dinsdag. Is hij goedgekeurd? Ja, lekker man. Is hij goedgekeurd? Bij de vakantie. Ik ga zo toch wel een beetje vakantiegevoel. Dat snap ik. Burgers, budget. Ik ken nooit verkeerd. Heerlijk. Er staat een aardig windje op het water trouwens. En het is echt wel een beetje visweer, vind je niet? Ja. Lang geleden, hè? Ja, zo is het. Veel zon geweest, veel warm. Door het knallen. De hengeltjes zijn gereed, dus we kunnen te water. Ik zou jullie even snel de montages die ik eraan heb geknoopt laten zien. Eerste onderlijntje. Een mooie Ronnie rig met een Optuna pop-upje. Deze pop-up is sowieso mijn uiterste favoriet. Ik denk dat ik de meeste vissen hierop heb gevangen. Het slaat helemaal nergens op. Maar op de een of andere manier vangt het altijd. Ik denk dat het door het zwarte gedeelte komt en een vis kan zwart het beste zien onder water, dus dat is mooi. En om de kans te spreiden ga ik mijn andere onderlijn toch iets anders vissen. Dat ga ik namelijk doen met een normale rig met een haak met een wijde haakbocht. Met een Tigernet Crush karamelbolie van tigernotico.nl. En ook een van de beste bollen. Heb ik ook afgelopen jaar een mooie 20 kilo karp opgevangen. Zo. Dus dan zit het vertrouwen natuurlijk hoog. Ik ga ze lekker uitvaren en ik ga jullie zo meteen de plekjes laten zien. Jongens, tip van Flip. Altijd even je haakaasje in de pot lopen. En dan komt die mooi glimmend eruit. Met extra zoetstoffen. Glimmend. Sappen. We hebben een heel simpel rigje. Met een PVA schuimpje erop. Wartegrootje, 90 gram. En een pop-up tijgernootje en een normale XXL tijgernoot. Recht in het voerbakkie. Wat heb ik hier gedaan? Ik heb hier de boekwijd Wix en de boekwijd mix. Ik heb boekwijd en XXL tijgernoten mix door elkaar ingegooid. En dan gaan we lekker dat bootje vol doen. Ik hoop niet dat er veel praas voor zit, maar dit moeten we gewoon gaan doen. Ja, want we doen run on run. Ja, en run. Prasen. Prasen telt. Spelen telt ook. De vorige keer was dat zo lachen. Speelde ik zit op mijn hengel. Toen vind ik er zelf twee. Dus dat is helemaal niet lachen. Zeker niet. Uitvaren. Maar heb je zo'n paar biertjes op? Ik weet niet. Hoe is het? Oude alcoholist? Alcoholist? Scheef. Dit is helemaal kut. Ik ben onderweg met mijn tweede hengeltje naar het tweede stekkie. Het eerste hengeltje heb ik hier zo in het riet gepositioneerd. Het andere hengeltje gaat eigenlijk naar het kopje daar zo. Niet echt hier recht aan de overkant aan, maar meer aan de linkerkant van het kopje. Krijg je nu ook kopjes? Nog niet. Ja, dat gaat wel komen naar al die burgers. En we doen er een paar centimeter meer naar de linkerkant. Een paar centimeter kan toch gewoon het verschil maken. Het is gewoon heel... Vanzelfsprekend om gewoon recht tegen de overkant aan te vissen. Daarom doen we dat niet. Zoals ik al zei, een paar centimeter kan het verschil maken. Dat is bij vrouwen zo, dat is bij vissen zo. En Weet je wat Daan is er zeggen? Bij mannen ook zo. Weet je wat Daan is er zeggen? Vertel. Lekker zonnetje. Lekker zonnetje. Lekker man. Lekker zonnetje. Nee. Ik ga mijn tweede hengel inrooien. Met de Bootworm Arjeboot Boys. De wat? De Bootworm Arjeboot Boys. Goed zo, goed articuleren. .nl. Dat zijn de nieuwe toppers van mij. Ze ruiken echt zeer goed. Ik vind ze wel wat hebben van de oude Rom en Red van vroeger.
Beetje verkruimen nog erbij. En waar gaat deze hengel naartoe? Ja, die gaat naar de geheime stek. Ik ga niet zeggen waar. Anders zit iedereen uit te vissen straks. Oké. Okay. Bedankt. Tot zo. Ik ga even naar de overkant. Beetje voeren. En Dat is het. Dat is het. Hey. Ja, tot zo. Vertel het eens. Ik ga even 10 meter verder mijn spul opbouwen. Dicht en? Bij de hengel zitten, hè? Dicht bij het vuur. Dicht bij het vuur. En Wietse die heeft zijn oude lelijke tent mee. Dat ding is zo kapot. Ik heb hem 1 keer gebruikt. Een beetje crisis, jongens. Dus ik zal... Ja. Even eigenlijk een nieuwe tent sponsor nodig. Ja, de tent is op. Sponsor weg. Sponsor weg, ja. Ja. Hoe kan dat nou, hè? Nee. Eigenlijk is het bijna einde oefening. Bijna einde oefening. Dus kan je daar nou raad mee? Precies. Dan moet je ons even... Laat het weten. Laat het weten. Open. We staan open. We staan open. Kijk hoor. Wat gebeurt? Ja, een klein beetje extra eiwit is op zich wel goed te doen, maar... Hop. Ja, dat is niet normaal. Het helemaal vol met mieren. Maat, weet je van honger? Niet normaal. Ja. Moet je kijken. Kijk dan, jongen. Echt niet best. Is voor de ratten. Ik heb honger, maat. Ja, dat is een beurtje binnen. En gooi ze even weg. Nee, doe normaal, joh. Het is gewoon voor de eenden. Ja, die wist het dan niet. Hij is niet gebakken. We hebben ondertussen een maat bij onze stek. Ja. Die gaat gewoon even rustig zitten tussen onze spul. Ja, gezellig, gezellig. Met zijn oortjes in. Ja? Ja. Ik vind het ordinair. Beste ladies and gentlemen, je ziet het achter mij. Het tentje staat weer. Alles is even op zijn orde, op zijn plek gebracht. Korte broekje aan, het is nog steeds best wel benauwd. Het ging net een beetje regenen, maar het is weer gestopt. Dus ik ga eens even de gekert opzoeken. Dus het tentje staat ook inmiddels. En ik heb nog wel zin in een kipburgertje. Al zitten er geen meertjes tussen. We gaan eens even kijken. Wie hebben we daar? Ja, we niemand. Hey, hier is die. Ik ben chef-kok today. Je bent goed bezig. We hebben op nu een mager kipburgertje. En de rest is... Ja, dat is kut. We hebben ook geen chips en zo. Ja, jij boodschap gehaald. Ja, maar ik denk 4 burgers, dat is wel genoeg. Ja, ach. Je kunt nog een halve vlamtosje nemen. Hey, lekker. Dat is lekker. Zo jongens. Inmiddels 9:30. Aan het laatste burgertje geslagen. En Crisis. Ja, wel een goed gevoel, hè? Ja, met dat windje. Moet goed komen. Ik kreeg al wat piep, hè? Yes, yes, amigo. Wat ben je aan het doen? Hallo. Ik was even aan het scrollen op Instagram. Doelloos. Ja, en nu? Ja, nu weet ik het niet meer. Hoe laat is het? Het is 10:00 geweest. Het is toch nog hartstikke licht. En ik ga lekker mijn bedje. Okay. Wietse moet er vroeg uit, ik niet. Maar ik moet er vannacht 3 keer uit. Dus, zo is het. Eerst 2 keer voor mij een foto. 1 keer. 1 keer, dan zelf. En dan nog ik nog een keer. Nee, ik begin. Ah, is goed. Hé, hey, wat rusten. Tot zo. Eerst volgende shot is? Is mij met een kromme hengel. Is actie in ieder geval. Tot actie in de taxi. Of Wietse met een brasem. Kan ook. Kan ook. Het is 1 van de 2. We vissen toch met particles. Daarom. Dus nou, adios en tot zo. Ja jongens, een hele goede morgen met wat minder goed nieuws. Zoals jullie zien, staan de engeltjes er nog rustig bij. Hier staat de trolley al, want Wietse lief, die is gewoon al naar huis. En het waait, het regent, het is slecht weer. Je zou zeggen goed vis weer. Maar dat is niet gebleken, want we hebben geblenkt. Dus ik ga ook gelijk de video afsluiten. Vond je de video nou leuk? Doe gewoon een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's? Dus dat we echt een week lang gewoon verschillende sessies achter elkaar filmen en in één video verwerken. Laat het even weten in de comments. Of zeg je, joh, ik ben gewoon weer 1 sessie per keer. Dat is gek zat. Kan natuurlijk ook. We dachten, we proberen het gewoon eens een keertje. Ik ga lekker naar huis opruimen. En ik zie jullie volgende week dinsdag weer om 4:30. Aju.